Het filmteam heeft in de afgelopen weken opnames voor Twee Vandaag gemaakt over de voorbereidingen van de actievoerders. Ivo Kottaar en John van Lent kropen met hun camera door de nauwe tunnels tot in de betonnen en stalen bunker van de krakers. Die bereiden zich zo grondig mogelijk voor, terwijl er boven hun hoofd actie werd gevoerd. Actie in de Betuwe, van binnenuit en ondergronds. We gaan nu nog verder. Het wordt hier al steeds krapper, dus ik ga even mijn jas aantrekken. Het is onder de grond niet echt koud, het is meestal een constante temperatuur van 10 graden. En bovendien zijn de gangen zo nauw dat als je een jas aan hebt, dan zit je al voortdurend klem. Dus die ga ik even uittrekken en dan kruip ik weer verder. Ze zijn er dus toch, de onderaardse gangen in het kraakpand flipje spoorloos. Wat de speciale eenheden van de ME gisteren niet konden vinden, filmde onze cameraploeg van binnen, de tunnels in Meteren. We zijn nu bij de bunker aangekomen. Dus, 5 mm dik staal, 15 mm beton, gewapend allemaal. En dan weer 5 mm staal. En, de deur is ongeveer een centimeter dik. We worden dan pinnen ingeslagen en binnen zit weer een deur. Ik heb begrepen dat onder de grond hier een bunker van beton en staal bezinkt, waar jullie een weg doorheen moeten banen. Nou, bunker lijkt mij een groot woord. Ik heb begrepen dat er een tunnel onder de grond is. Die begint midden in de woning, alleen het plek waar die begint is alles weer volgestort met puin en afval. Dus we moeten op een andere locatie proberen de tunnel terug te vinden en aan te boren. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Bunker of niet, de ondergrondse krakers hebben zich goed voorbereid op een lang verblijf onder de grond. Plastic fles om in te plassen. Zo, zo handig. 12 volt CL buizen, ga mee naar beneden. Een gasmasker. Mag wat mij betreft hier blijven. Dat is ook heel leuk. De sfeerverlichting. Hoe was het vannacht? Vannacht, ja, er waren wat problemen in de tunnel. Omdat gisteren de hele dag had geregend, is er water in die tunnels gelopen. En ze hadden wel een soort pomp om het weg te pompen. Maar die deden niet goed. Kun je beschrijven hoe het daaruit ziet? De tunnel, ja, heel klein en vol kleigrond, want dat is de grond hier. En donker. Het is vochtig. De krakers hebben een ventilatiesysteem aangelegd in de tunnel. Maar dan moet er wel stroom zijn onder de grond. Door de ventilatieopening heb ik een kabel gestoken. Die heb ik onder het beton gegoten. Hier boven ons zit dus heb ik een extra laag gewapend beton gegoten. Daar heb ik ook een kabel doorheen gelegd, zeg maar, van het lichtnet. Waar de politie dus vertelt dat op het moment dat ze de stroom uitzet in het pand, onze ventilatie stil komt te liggen en dat we dan stikken. Terwijl er beneden nog aan de ventilatie wordt gewerkt, leggen de krakers boven de grond de laatste hand aan de barricades. De krakers hebben het pand in Meteren al een jaar geleden bezet. De bewoners zijn milieuactivisten uit alle lagen van de bevolking. Ze wonen en slapen met z'n allen in het gekraakte pand en in de tunnels onder het huis. Wat zijn die nou voor lui? Wij zijn mensen die gaan actie voeren op het moment dat andere mensen het opgeven en de moed ze hebben verloren. Dan gaan wij, nemen wij eigenlijk... De vlag weer over. Ja, dit is een klein, heel klein stapje op weg, maar we hopen dat meer mensen bewust gaan worden van wat er mis is en op welke manier je er wat aan kan en moet doen. Zinvol of zinloos? Ja, zinvol natuurlijk. Ja. Nee,
zinloos is als je niks doet. En toch gaat maar proeven hoe slecht het allemaal is. Dat is zinloos in mijn ogen. Ondertussen wachten de krakers dag en nacht op de komst van de politie. Af en toe komt er een wijkagent inspectie houden. Maar de krakers zijn op hun hoede. Het moment dat alles aankomt rijden, het moment dat ze gaan beginnen, de spanning van hoe gaan ze het aanpakken, hoe gaat alles gebeuren, maar ook gelijk het soort ontlading, want je zit zo lang eigenlijk toch te wachten, je houdt elke dag rekening met, ja, nu kunnen ze gaan komen. En dat geeft een hoop spanningen mee. En ook dus een soort ontlading van die spanningen, van oké, nu zijn ze er. En dan laat je het ook allemaal een beetje over je heen komen. Goed jongens, de eerste twee. Gaan jullie dus twee patrouilleren? Actievoerders, attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen voor u dat u het pad achterste weg 73 verlaat. Zo niet, dan zullen wij u als politie verwijderen. Zowel buiten als binnen ketenen de actievoerders zich vast. Dit ding hier is zeg maar een lock-on. En ik zal even demonstreren wat het dan is. Een polsband. Een pijp. Ik hoop dat ik een beetje... Dus, ja. Er zit al een bandje in. Dat raak ik. En dan zit ik zo vast. Aan dit blok beton. Dus als eerst weer de blok beton weg moeten hakken. En de blok beton dat is zeg maar gegoten in de open haard. Dat die tegeltjes hier, dat is de vroege open haard. We zitten nou zeg maar in de woonkamer voor de open haard. Hier spreekt de politie. Wij gaan nu met onze ontruimingsoperatie beginnen. Nou, het grootste probleem speelt zich bijvoorbeeld nu in die boomhut nog hangen. Er zijn mensen die zich ongelooflijk zwaar gebarricadeerd hebben. Die zich echt vast hebben gegoten of vastgeklonken aan een boom of wellicht in de woning zelf. Die moeten natuurlijk zo voorzichtig mogelijk losgehaald worden. Omdat we niet willen dat deze mensen letsel oplopen. We zullen er toch uit moeten. En ja, dat kost wat tijd, dat kost zorgvuldig werken. En daar nemen we ook graag de tijd voor. Omdat de krakers overal muurvast lijken te zitten, heeft de ME grover geschut nodig. Ik hoor een hoop herrie. Hoe proberen jullie die mensen weg te krijgen? We zijn voorlopig bezig en ik denk dat we dat achter ons horen. Met het toch overslijpen van de grond, betonnen vloer van een woning, harde vloer vooral, om in die tunnel te komen. Misschien zijn ze al met de camera's ingeweest. Ik kan er zelf niet in, dus ik kan het op dit moment niet bevestigen. Maar misschien zijn we al met de camera ingeweest dat we een grote gat maken, zodat de politie mensen in kunnen. Vanaf vanmorgen vroeg is de ME bezig de laatst overgebleven krakers op te sporen en af te voeren. Yvonne legt voor ons nog één keer uit waarom ze tegen de Betuwelijn protesteren. Puur de politiek onder druk van het bedrijfsleven die daarover hebben beslist. En dat wij absoluut niet democratisch. Democratisch, ja, de macht van het kapitaal die wint. Dat is de democratie waar wij in leven. En daar zijn wij niet mee eens. Dus gaan wij in verzet. Luister naar je burgers. Ja, die burgers die hebben al gezegd van, nou ja, het moet er maar komen. De meerderheid heeft daartoe besloten. Nou, dat is niet waar. Ik denk als je nu een referendum zou houden over die Betuwelijn, dat die helemaal niet meer komt. Een half uur geleden werd ook de laatste kraker uit het pand in Meteren weggehaald. De actie is dus voorbij. De burgemeester kan weer rustig slapen. Als jullie hier klaar zijn, komen er dan nog weer vervolgacties? Ja, dit is nog het begin van de acties tegen de Betuwelijn. Het begin? Ja. Natuurlijk, de hele lijn moet nog aangelegd worden. Dus. Dit is ook het begin van de aanleg van de Betuwelijn, dus ook het begin van onze actie. Wanneer geven jullie gewonnen? Totdat er misschien helemaal ligt, denk ik. Het begin dus van nog meer acties volgens GroenFront.
De NS die heeft nog 70 huizen gekocht, die moeten worden gesloopt en dus even zoveel kansen op nieuwe acties.